Hallo Schorpioen, leuk je kijken naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 28. En dat is van maandag 6 juli tot en met zondag 12 juli. Zal de kaarten schudden om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het alsof deze week voor jou echt een week is waarin je aandacht hebt voor de ander. Ik heb ook het idee dat de ander aandacht voor jou heeft. En zoals echt een schorpioen, je lijkt vol vuur te zitten, vol passie. En ik heb ook echt het idee dat er een bepaald nieuw begin is die voor jou voelt alsof je een lot uit de loterij hebt. En waar je ook echt de hoofdprijs hebt gewonnen, om het zo maar te zeggen. Het voelt gewoon ontzettend lekker. Ik heb het idee dat er een hele goede vibe onderling is. En dat het vol met passie zit, op wat voor manier dan ook. En ik heb dan ook het gevoel dat je heel goed weet waar je mee bezig bent. En dat je daar ook zeker wel de ander in kan meenemen. Hè? Op zakelijk gebied kan het zijn dat je heel erg collegiaal bent. Maar ook op privégebied kan het zijn dat je voor je partner gewoon heel erg aanwezig bent. En hem of haar helpt om ook een hele fijne week te hebben. Want dat lijkt voor jou ook gewoon heel erg belangrijk te zijn. Hè? Dat je dat samen met andere mensen doet. En die mogen er ook weer lekker mee van genieten. Dat jij in een goede mood bent en dat het met jou ook lekker gaat. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik wil natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.